Dit zijn ze, de eerste ooievaarsjongen van het jaar die geboren zijn in het Zwin. De kleintjes zijn zo'n 12 centimeter groot en wegen ongeveer 70 gram. De babyooievaars zijn 2 weken vroeger dan normaal geboren. Dat komt waarschijnlijk doordat het deze winter niet zo koud was. Daardoor zijn de vogels sneller begonnen met eieren te leggen. Maar nu de jongen geboren zijn, is het plots wel kouder dan anders. En dat is een probleem. Ja, dat is eigenlijk niet goed voor de jongen, het weer dat er aankomt. Dus hagel, veel wind, koude temperaturen zijn niet goed. En dat is omdat de jongen heel kwetsbaar zijn als ze geboren worden. Ze hebben een beetje dons, ze zijn nog klein. Dus dat kan wel een risico zijn voor de jongen op vroege sterfte. Dus laten we hopen van niet. Daarom houden de mama en papa hun kleintjes warm en droog door ze te bedekken met hun grote, zachte vleugels. De komende dagen zullen er nog een pak meer ooievaars geboren worden in het Zwin. En als alles goed gaat, dan zijn al die kleintjes over 2 maanden grote vogels geworden en vliegen ze tegen dan uit het nest. Hey, super tof dat je zo'n grote karwiet van bent. En als je nu nog meer video's wil zien, klik dan zeker hier.